De Staatsolie Foundation for Community Development heeft vanmorgen het startsein gegeven voor de rehabilitatie van 8 duikerstrengen in de Gangarampandeeweg in het district Saramaka. In de regentijd had dit gebied namelijk ernstig te kampen met wateroverlast. Staatsolie laat de duikerstrengen rehabiliteren om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de afwatering en het wegverkeer in dit woon- en agrarisch gebied. Volgens Priel Sanchit, civil engineer van Staatsolie, zal de rehabilitatie makkelijker gaan omdat de duikers lopen onder het gebied van Staatsolie zelf. U hoort ook de burgervader van Saramaka, Lakshmi Narayan Dubé, die benadrukt dat er maatregelen getroffen zullen worden indien de duikers worden beschadigd. Het zal zo zijn dat er bij 4 strengen sprake zal zijn van rehabilitatie van de bestaande streng. En bij 4 strengen zal het zo zijn dat we ertoe zullen overgaan de streng helemaal te vervangen. Daar zullen we metalen pijpeenheden gebruiken van een diameter van 1 meter. Dat is dus eigenlijk vanwege het grote probleem van afkalving van de berm en inzakking van de weg ter plaatse. Maar het heeft ook wat praktische toepassingen. Omdat we met name bij kilometer 13 hebben we 2 strengen onder actieve pijpleidingen van Staatsolie. Dus het is wat effectiever om gewoon metalen pijpeenheden, hele lengtes, te schuiven onder de bestaande pijpleidingen. Het is effectiever, neemt minder tijd in beslag, dus minder ongerief. En ook in verband met veiligheidsaspecten. Geeft het belangrijke voordelen. Die duikers worden hersteld met de bedoeling, dat staat in die MOU ook, we hebben dat samen afgesproken, dat niemand en dan ook niemand gaat aan de duikers die worden vervangen. U gaat geen klep daar zetten. We begrijpen uw situatie. Dat u bijvoorbeeld geen water wilt aflaten of dat u niet meer wilt dat er water binnen uw perceel komt, dan mag u in diezelfde sloot ietsje verder een ander overloop zetten en daar bedienen. Volgens Wim Dwarkasing, director upstream van Staatsolie, heeft het districtscommissariaat een studie laten uitvoeren over dit gebied. Hierbij is in kaart gebracht welke plaatsen te maken hebben met wateroverlast. Op basis daarvan is er hulp gevraagd aan Staatsolie, zegt Dwarkasing. En dat hebben we gedaan om de meest minimale dingen, om mensen een beetje nog veiliger te houden, dat ze af zijn van het water. Maar een structurele oplossing, uit de studie zijn er diverse zaken aangekaart die opgelost moeten worden in dit gebied. Onder andere de duikers onder de Gangarampandeeweg, die moeten vervangen worden of gerehabiliteerd worden. U weet, vorig jaar was het een beetje krappe jaar voor Staatsolie financieel gezien. Dus we keken naar middelen om dan dit project uit te voeren. En onze werkarm Staatsolie Foundation, die overal dus projecten uitvoert, die had nog wat restmiddelen. En die hebben we dan gevraagd. Zij waren bereid om dit project op zich te nemen. Na een voorbereidingsperiode van nu zo lang, van vorig jaar zeg maar eind tot nu, zijn ze in staat om dit project nu uit te voeren. En dit soort projecten kan je alleen maar in de droge tijd uitvoeren. Dus vandaar dat we nu staan om in elk geval 8 van deze stringen onder de Gangarampandeeweg te rehabiliteren. Wim Dwarkasing, hij is director upstream van Staatsolie. Hij sprak vanmorgen bij de start van de rehabilitatie van 8 duikerstrengen in de Gangarampandeeweg in het district Saramaka. Het project wordt gefinancierd uit de Staatsolie Foundation for Community Development en is geraamd op $345.000. Het project moet in december zijn afgerond.